Geen hoedje vandaag? Nee, dat zei ik nooit. Waarom niet? Nou, dat vind ik gewoon vind niet bij me passen. En het gaat om de begroting hier en het gaat niet om de hoedjes, hè? Ja, maar het gaat toch om de gezelligheid omheen? In Europa... Annie denkt er wat anders over, maar... Ja, maar het is wel zo. In Europa, moet ik jou zeggen, is iedereen jaloers op Nederland. Iedereen zegt tegen mij, Annie, hadden wij dat maar. Zeggen ze in Duitsland, zeggen ze in Oostenrijk. Maar zeggen ze ook, hadden we die hoedjes maar? Nee. Moeten ze van mij wel houden. Een beetje Russisch is het. Russisch, klopt helemaal. Goed gezien. Wat is het? Het is een hoedje van een Nederlandse modeontwerpster, Herma de Jong. Die is er ook aanwezig vandaag in de Ridderzaal. Ja. Ik dacht een beetje Oost-Europese stijl vandaag. Dat dacht ik wel. Ik was van het zomer in Rusland en ik zag al deze hoedjes daar. Ik dacht, dit is mijn hoedje. Lekker warm zeker, hè? Hij is niet koud, toch? Diegene die achter u zit, die ziet dan straks niks, hè? Door al die... Je kan door de veertjes heen kijken, hè? En ik ben niet zo heel lang. Nou ja, met die hakken misschien wel. Maar ja, dan moeten ze maar een goede plek verzinnen. Man, dat staat erop, toch? Ja, dat klopt, want er zijn vandaag wel heel veel vrouwen. Maar morgen ben ik de enige vrouw van de 16 sprekers die er zijn. Man, wat zijn dat er weinig vrouwen in de kamer. Mevrouw van Miltenburg, ja, kunt u nog wel wat zien? Nou, maar het gaat toch om gezien worden vandaag? Ja, maar we kunnen u bijna niet zien door die hoed. Nee, maar het gaat erom dat ik goed kan luisteren zo meteen naar de troonrijden. En ik kan nog echt wel wat zien. Lijkt alsof u regen verwacht binnen zomer. Nee, het is geen waterdichte hoed hoor. U dacht, mooi paars is niet lelijk. Nou, ik heb een deelhoed. Hoeden heb je gemiddeld in de hele levensduur van de hoed 2 uur op. Het is een geleende hoed. Dat is hartstikke zonde. Dus ik heb veel collega's gevraagd, heb je er een die bij de outfit past? En de mooiste doe ik op. En dat is deze geworden. Dus geen nieuwe, gewoon een tweede handje. Een deelhoed, net zoals een boormachine, kan je beter van de buren lenen. Er zijn er heel veel mooie hoeden in Nederland en dan zoek je passende uit bij je jurk. Meneer Roemer, goedemiddag. Goedendag. Geen rode das vandaag? Nee, ik stem het altijd netjes af, hè? Dus zo hoort dat op Prinsjesdag. Maar misschien morgen of overmorgen, ik zal eens kijken. Maar mooi roze, dat past er vandaag bij de auto. Ja, dat zit helemaal mooi in de mouwen, dus allemaal netjes afstemmen. Kunt u wel wat zien door die oranje rand? Nou, het mooie is, je kijkt er dwars doorheen. En degene die straks achter mij zit in de zaal, die kan ook gewoon door mijn hoed heen kijken. Er is over nagedacht. Is heel sociaal, toch? Mevrouw Helder, goedemiddag. Het is een beetje zwart-wit, hè, vandaag? Het is een beetje zwart-wit, ja, de tegenstelling, hè. En ik geloof dat dat ook een van de kernpunten gaat worden, zeggen ze misschien in de troonrede. Dus je hebt er ook echt inhoudelijk over nagedacht? Nee, ik vond het gewoon een mooie jurk. En ik denk, ik ga voor zwart-wit dit keer. Dus als het anders is alleen zwart. Het is wel een heel klein hoedje, hè? Ja, een bescheiden mens, hè. Niet te uitbundig vandaag. Nee, gewoon een beetje rustig. Altijd eigenlijk wel. Dit is gelooide vishuid. Het is een hele oude ambachtelijke techniek die we eigenlijk met elkaar weer vergeten zijn. Maar die nu wel weer wordt onderwezen op de ROC's. En ik ben heel erg blij dat ik daar vandaag iets van mag laten zien. En dus gerecyclede visnetten. En wat was het voor vis? Haring? Wat hebben we hier? Dit is schol. En wat ik om mijn middel heb en op mijn hoofd draag, dat is zalm. Ja. Je raakt er niks meer van? Helemaal niks. De mensen in de ridderzaal die gaan geen last van mij krijgen. Mevrouw van der Burg, goeiedag. Het is een soort van schotel geworden. Ja, en hij is gemaakt door de MBO, door een leerling van de MBO-vakschool in Amsterdam. En u vond hem meteen mooi toen u hem zag? Ik vond hem meteen mooi. Hij is een beetje jaren 50, vindt u niet? Goedemiddag. Mag u er wel bij zijn? U bent toch nog geen Kamerlid? Ik ben gast. Dus ik mag gewoon als gast mee. En hoe voelt dat nou, zo'n pak? Nou, dat is, moet eerlijk zeggen, wel een van de eerste keren. Ik had wel een jasje aan, maar nooit een stropdas. Maar mijn moeder zei, jongen... Je kan nu echt niet meer zonder stropdas naar de koning.